13 en dat is de snelste serie senioren 1 en 2. Van Dijk, baan 4 heeft een voorsprong ten opzichte van Janna van Kooten, maar dat gaat redelijk gelijk op. We zien bij het keerpunt Janna van Kooten net iets sneller gedraaid. 26.05 voor haar en Wilou van Dijk 26.19, 14.00 van de seconde verschil tussen die dames. En dan nu de voorsprong voor Janna van Kooten in baan nummer 5. 75 meter, ook net ietsje sneller dan Wilou van Dijk, maar de verschillen zijn erg klein. Na de onderwaterfase pakt Van Dijk weer een voorsprong ten opzichte van Van Kooten. En dan is er hier de strijd om het goud, om het Nederlands kampioenschap bij de senioren 1 en 2. De laatste meters worden beslecht en dan zien we dat het op de aanting is. In de 54.38, de snellere tijd voor Janna van Kooten. De tiende van de seconde verschil met Van Dijk. Die tweede wordt in 54.48. De derde tijd is er dan voor Kirsten van Halle in 55.94. Tijdens een officieel 54.38 is de snelste tijd. Een applaus voor de Nederlands kampioenen senior 1 en 2, Janna van Kooten.